moeten we zo dadelijk overheen om daar het bos in te gaan. We zijn hier, want daarachter is een autoweg. Daarom zijn we hierheen gelopen, omdat dit omhoog loopt en dat we hier niet gezien worden. We hebben onze stenen tijdperk geocache bij ons, of GPS bij ons, en we zien dat daar bovenaan een hele oude coördinaat is. Wat zit daar in het bos? Ik weet het niet meer. Maar waarschijnlijk heeft het iets met de Duitsers te maken. Hier moesten we dus overheen, er loopt nu een spin. God. Kijk, dit zijn dus echt die momenten dat je dus ontdekt kan worden, hè? Kijk, er kan natuurlijk ook een fietser aankomen, maar daar hebben we nu scheid aan. Oké, we gaan dit paaltje pakken. Een moment. We gaan er overheen. Chop. We hebben het gered. Actie, actie. Snel, snel, snel. We gaan het bos in. We willen niet gezien worden. We gaan op zoek naar een hele, hele ouderwetse coördinaat van vroeger. En waarschijnlijk weet ik al wat het is. Het heeft iets met de Duitsers te maken. En ja, het moet hier in het bos zijn ergens. Ik moet hier in ieder geval zo snel mogelijk van het pad in het bos terechtkomen. Dan ben ik op zich veilig, dan word ik niet gezien. En dan rijden hier meerdere boswachters, ben ik al achtergekomen vandaag. Dat komt omdat er geen voetbal op tv is. We verschuilen ons heel eventjes hier in deze donkere struik. Oh. Dan gaan we even kijken of dat we het zien. Ja, daar is het. Worden we hier gezien? Ja, we worden hier gezien. Dus we moeten nog verder. Ik wil jullie laten zien hoe oud de coördinaat wel niet is. Shit. Er klikt iets weg. Hier liggen hele vreemde takken. Waarom liggen die hier op deze plek? Kijk. Kijk. We zitten hier achter de struiken. Nu worden we niet meer gezien. Dat is alvast heel mooi. Nog even iets verder. En dan hoop ik dat we het kunnen vinden. Zo, hier is het. Waarschijnlijk. Er zit volgens mij ook licht op het apparaat, of niet? Ja. En dan gaat het om die coördinaat. Daar gaat het om. En ik heb hem aangemaakt op 28 april 2010 om 17 uur 25. 2010. Jongens, wat zit daar? Wat zit daar? Wacht, wat doen we dom? Er zit een go-to-functie op dit ding, dacht ik. Hoe werkte dat ook alweer? Is dat deze? 0.11, ja, dat moet nu zijn. Oh, waarschijnlijk gaan we iets in het bos vinden van de Duitsers. Wat staat daar? Wat staat daar? Het is het fietspad of niet? Oh, het is het fietspad. Omheen. Wow, we zitten hier in een bos waar we misschien. We zijn hier al ruim 10 jaar niet geweest. Veel en veel langer nog. Wat gaan we hier vinden? Wat doe ik nou dom? Ik kijk nog ineens op het apparaat. We moeten die kant heen. Wat de hel? Dat kan helemaal niet. Er is niks. Het gaat hier omhoog. En iets wat omhoog gaat. Daar is meestal wat. Wat is dat? Wat hebben we gevonden? Wat is dat daar? Er liggen fragmenten, of niet? Wij gaan daar kijken, zien we wel. Altijd op je neus afgaan. Wow, jongens, wat is dit? We lopen hier midden in het bos. Kijken wat we opeens tegenkomen. Jongens, we zijn midden in het bos. We zijn midden in het bos. Kijk dan. We zijn midden in het bos. Kijk dan wat we hier opeens tegenkomen. Oh jongens, wat is dit? Wat is dit? Wow. Dit is iets van de oorlog geweest, denk ik.
Wow, wat hebben we gevonden? We hebben een hele oude stenen muur gevonden, of niet? Oh man, kijk dan, het is gewoon weggeblazen. Wat heeft hier gestaan? We zijn midden in het bos, jongen. Kijk, een hele ouderwetse stenen liggen hier. Oeh, wat is dit? Jongens, wat is dit? Wat hebben we gevonden? Kijk dan. Hier is iets. Wow, wat is dat? Hier is meer, hier is meer. Oh jongens, we bevinden ons op... Hij doet niks. Ja, we bevinden ons op 100. Werk mee, ding jong. Oh, jongens, ik baal hier zo van, hè. Er ligt een stuk ijzer, of niet? Ja, er ligt een ijzer ding. Dit ga ik meenemen voor radon-carboonmeting. Hoe oud het is. Dit neem ik mee als souvenir. Dit neem ik mee als souvenir. Oh, dit ligt hier gewoon. Daar heb je ook nog een bult of niet, daar. Jongens. Er liggen hier fragmenten. Midden in het bos. En wij bevinden ons... Ik ga ze dadelijk daar kijken, want er zit iets op, zie je dat? Wat opvalt. Daar ligt wat. Wij bevinden ons op... 100 en... 14 meter, 115 meter hoogte. En niet kijken naar die coördinaat onder, want er klopt geen reet van. Je vindt hem zeker niet als je daarheen gaat. 116 meter. Kijk dan. Net. Oh man. 2000. Jongens, wat de hel is dit? Hier ligt een plaat of niet? Ja, hier ligt een ondergrondse plaat. Oh man, wat de fucking hell is dit? We hebben een plaat, we hebben misschien een... Wat? Wow, wat is dit? Wat is dat? Wat ligt daar? Wat ligt daar? Wow, we staan op iets hards. Hier ligt weer een plaat onder de grond. Hier zijn bomen omgewaaid. Hier moet iets onder de grond verscholen zijn. Wat is dit? Hier ligt een blikje. Er staat een vervallingsdatum op. 22/9/2018. Ja, hier komen mensen. Jongens, kijk goed, wat is dit? Daar staat weer wat. En dat midden in het bos. Op een soort heuvel. Ver weg van de paden. Jongens, besef even, kijk naar het beeld. Hier liggen allemaal brokstukken. Je ziet heel duidelijk een pilaar... Je ziet daar een pilaar staan. Hier zie je brokstukken. Daar gaat het naar beneden. En hier staat een vreemde plant opeens. Kijk dan naar die hele ouderwetse brokstukken. Oh, ik dacht dat we een tunnel onder de grond ontdekt hadden. Kijk dan, wat dit is dit? Jongens, wat is dit? Kijk dan. Oh, dit is echt spannend. Kijk dan die muur die hier ligt. Deze hele mysterieuze boom... Jongens, besef even, wat is dit? Dit is uit de oorlog natuurlijk. Ja, dit is iets uit de oorlog. Ze hebben het opgeblazen. Kijk, hier zie je heel duidelijk... iets liggen. Ik weet niet waarvan het is. Heel erg vreemd. Kijk, dan aan daar zo'n muur gemaakt... Hier liggen overal brokstukken. Wow, jongens, wat hebben wij gevonden opeens? Ja. Dit is heel erg spannend. Ja, je ziet heel duidelijk dat hier iets gestaan heeft. Er liggen eigenlijk overal brokstukken. Rondom. In een behoorlijk groot gebied. Waarvan eigenlijk alles is opgeblazen, behalve deze dingen zijn nog helemaal intact.
Ja, dit verdient nadere inspectie. Dat water beweegt. Er zitten ijzeren stangen in, zie. Ja. Ja, ze hebben hier in de oorlog hebben ze gezeten. Ik weet het zeker. Oh, jongens. Dit is echt spannend. We zetten heel eventjes de camera hierop. We gaan eventjes de GPS pakken. Het water beweegt, of niet? Ja. Wow, dit is heel vet. Ik ga het natuurlijk niet aanraken, want je weet niet wat voor chemische stof er allemaal in zit. We hebben het per toeval gevonden. En zo ziet het bos eruit, de omgeving, de bomen. Ja, die waren natuurlijk in de oorlog waarschijnlijk nog niet op deze plek, denk ik. Wie weet hier meer van wat dit is? Die muur daar, kijk dan. Het lijkt wel of hier een soort van heel controlecentrum gestaan heeft in de oorlog. Ja, en rondom deze boom ook allemaal stenen. Wij bevinden ons nu hier. Je ziet het midden in het bos. Helemaal groen. En ja, daar is dus een pad, maar dat is redelijk ver hier vandaan. Laten we eens even kijken of hier een geocache in de buurt ligt. Ja, deze. Ik weet niet wat het is. Ik zal hem even aanklikken. Kijken of je informatie ziet. Oké dan. Vet. Daar hebben we weinig aan. Kijken of we eruit kunnen gaan. Zo. Ja. Deze mysterieuze plek. Oh, ik weet niet wat ik hiervan moet zeggen. Maar als ik hier overdag zou gaan zoeken. Wat is dit? Glas. Zie je dat? Enkel glas van de oorlog. Ja, hier zou je radon-carboonmeting op kunnen uitoefenen. En dan kun je precies zien hoe oud het is. Dit ga ik eventjes verstoppelen, want dit is heel erg zeldzaam. We hebben waarschijnlijk de originele glazen plaat gevonden, waar waarschijnlijk de vliegtuigtekeningen op stonden van de oorlog. We gaan hem verstoppelen, die neem ik een keer mee. Ik leg hem hier neer. Zo. En ik leg mijn camera even hierop, dat jullie een comfortabel shot hebben. Dat jullie de omgeving eventjes goed kunnen zien. Zo ziet het eruit. Kijk er maar even goed naar. Oh, dit is echt spannend. Het begint avond te worden helaas. En één moment. Ja, je ziet duidelijk dat hier metalen pinnen zitten. Zie je dat? Het loopt hier naar beneden, een soort van afgrond. Kijk dan, dit hele dichte bos. Ik blijf het gewoon zeggen. Dit is zo mysterieus. Kijk dan, Tony Pino hier, dit bos. En dan kom je opeens dit tegen. Ja. Ik laat jullie de coördinaten zien. Mensen met een GPS kunnen hier ook heen. Deze broekstukken. Besef even, kijk hoe het eruit ziet. Ik moet snel zijn, want ik heb nog 2 minuten. En dan gaat de SD-kaart vol. Staat er nog een tekst op een steen? Nee. Ik ga hier overdag een keer minuscuul zoeken. Want hier liggen nog dingen. Dat moet haast wel. Misschien vind ik nog wel iets van een geheime zak met een brief erin van de oorlog. Een soort van aanwijzing van iets. Nou jongens, dit is een andere coördinaat. En je ziet het heel duidelijk. We bevinden ons op 100 meter hoogte. 101 zelfs.
dat is de coördinaat van deze plek. Mooi, het licht gaat aan, daar zat ik al op te wachten. Ja. Wat nu? Wacht, 18M. Nu in één keer 18 minuten, heel vreemd. Ja, de batterij gaat rijden op deze plek. Dat hoor ik wel eens vaker van de Ghost Hunters. Dan gaat in één keer je batterij leeg. En dan gaat hij weer vol worden op de een of andere manier. Hier moet iets zijn, jong. Hier moet iets zijn. Kijk dan deze mysterieuze steen die hier is. Dit staat gewoon in het bos. Kijk dan hoe dat gemaakt is. Ik weet niet, die man van het kanaal van Dijk ook. Of jij misschien weet wat dit is. Of dit in de oorlog gemaakt is, zo te zien die structuur wel. Het water beweegt eigenlijk continu. Heel erg vreemd. En er staat geen wind. Nee. Heel raar, hoe kan dat? Nu is het stil, heel vaak. Goed. Hier ligt wat of niet? Is het granaat? Nee, of wel? Wow. Ik dacht 1 milliseconde dat het een schedel was, maar dat was gelijk niet zo. Wow, man. Als je hier een schedel vindt, dat kan. Alles kan tegenwoordig. Wacht. Ja, het wordt te donker voor mijn camera. Ja, kijk goed naar die bosgrond. Zie je dat? 3, 2, 1 en dan kom je dit tegen. Deze pilaar is gewoon volledig in de grond. Met de grond recht. Terwijl die dingen daar rechts staan. Hier moet iets onder de grond nog zijn. Deze boom die bevalt me niet. Wacht, ik ga die structuur bekijken. Ik vind het een hele vage, mysterieuze plek. En ik ga hier in het bos nog verder zoeken, want ik weet zeker dat hier meerdere objecten nog zijn die hier liggen. En die ik nog niet ontdekt heb. En ik ga toch eventjes dat NASA-radarbeeld beter bekijken. Want ik heb hier complexen in het bos gevonden. Die er exact zo uitzien, maar dan moeten ze onder de grond zijn. Ik weet niet precies waar. Maar ik ga er zeker nog wel achter komen. Ja. Ik ga weer terug. Ik heb het hier wel gezien. Ik kom hier overdag nog wel een keer. Het is nu tegen de avond. En dan ga ik eens even al die stenen omkeren. En wie weet dat we nog wat vinden uit de oorlog. En als je hier met een metaaldetector gaat zoeken. Ja, dan ga je zeker wat vinden. Oh man. Kijk er even heel goed naar. Zie je dat? Heel erg apart. Ja, en dat helemaal diep in het bos verscholen. Eigenlijk gewoon per toeval gevonden. En nu moeten wij hier gewoon verder gaan lopen, het bos in. En dan moeten we kijken en hopen dat we eruit komen. Het gaat hier naar beneden. Kijk, en de Duitsers die waren niet gek. Want, je ziet het. Het is eigenlijk niet te zien waar die plek is. Omdat het hier naar beneden loopt. Heel erg gaaf. Ik zal mijn camera eens even hierop richten. Je ziet dat het hier naar boven loopt. En die plek is eigenlijk letterlijk daarachter verscholen. Midden in het bos, zie je dat? Die stenen. Het valt totaal niet op. Wat vonden jullie van de video? Zet er even iets onder. Als jullie dan willen dat ik meer van dit soort video's maak, dan moeten jullie het zeker zeggen. Ja, wij moeten nog een heel eind door het bos gaan lopen voordat we eruit komen, denk ik. Wow, dat besef ik me nu pas. Wow, het begint opeens niet leuk meer te worden. Maar we hebben het gevonden, hè? Daar was het. Oh jongens, het begint donker te worden en wij moeten hier dwars het bos doorheen. En dan moeten we maar kijken of dat we bij een pad terechtkomen. Ja.